Zo. Het is vandaag een mooie dag. Het is 1 december. En 1 december 2017 markeert de dag dat alles gaat veranderen. En ik neem jullie mee op die verandering vandaag. Dus ik zou zeggen, doe je jas aan en ga met me mee. Ik heb een winterjas. Het is koud buiten. Het is tenslotte december. Goed, we gaan. Ja, we, want Linda gaat ook mee. We gaan op weg naar de Camera Express. Zo, dit heb ik opgehaald. Maar voordat ik de doos open en aan jullie laat zien wat erin zit, moet ik een hoop vertellen. Sorry, nou, nostalgie hier tot en met. Kijk, wat er in die doos zit, wat ik heb gekocht, dat heeft te maken met deze camera. Dat is een Pentax Z1. Nou, dit is mijn eerste echte gekochte spiegelreflexcamera. Daar heb ik een zomerlang hard voor gewerkt. Ik hoop dat er geen rolletje in zit. Filmcamera. Zomerlang hard voor gewerkt, was tweedehands bij de Fotoklein destijds. Volgens mij heb ik daar 875 gulden voor betaald. Jawel, dus het is omgerekend. Pak een beetje 400 euro. Nou, die heeft echt heel veel gedaan en gezien. En Pentax was mijn merk. En ik heb Pentax lenzen gekocht. Dit is dan wel een Sigma lens, zoals je ziet. Hij doet het niet meer. Maar in theorie zou hij stoppen een batterij in en hij doet het nog. Toen gingen ze digitaal. Nou, de eerste digitale Pentax die er was, was de IST Ster D. Hier is een plaatje. Die heb ik ook gehad. Daar heb ik volgens mij 12 jaar geleden, denk ik, 13 jaar geleden, toen kwam die op de markt. Heb ik daar, moet ik even nadenken, volgens mij heb ik daar 650 euro voor betaald. Dus dat was al 200 euro duurder dan die. Maar die kwam van 1600 euro af. Hè. En wie koopt er dan ook een digitale spiegelreflexcamera van het merk Pentax? Nou, ik dus. En die heb ik niet meer, kan ik niet laten zien, helaas. Maar wat ik wel heb, jawel, is deze. Kijk. Ook een Pentax lensje en dit is een K20. Dit is mijn tweede digitale Pentax. Die is de Ster D overigens, 6 megapixels, jawel. Ook een schermpje achterom, heel klein. En deze, als ik me niet vergis, is 10 megapixels. En kijk eens, al een fantastisch groot scherm op de achtergrond. Wauw! Nou, deze heeft ook trouw dienst geleverd en zo. En als ik hem nu aanzet, dan doet hij het niet. Toen kocht ik deze, de Pentax K30. Die werd een beetje geadverteerd als de outdoor camera. 16 megapixels, als ik mij niet vergis. Toeter van de lens erop natuurlijk. Die heeft alle brute dingen van het reizen gezien. Heel vaak nat geweest, nat geregend, temperatuurswisselingen en zo. Maar het mooie aan deze is, jawel, daar kon je mee filmen. Nou, deze kon gewoon full HD filmen. Dat was echt fantastisch. En ook, kijk. Die accu doet het zelfs nog. Als ik deze eraf haal, kan je, kijk. Zie je, dan kan je mij zien. Nou, die lens is kapot overigens. Maar. Nou, daar hebben we wat mee afgefilmd, jongen. Echt fantastisch. Ik vond het schitterend. Nou, en toen werd filmen natuurlijk veel interessanter en leuker. En op een gegeven moment denk je van, nou, ik ben een echte fotograaf. Dus dan koop je het nieuwste van het nieuwste. En dan ben ik overgegaan op deze. De Pentax K3 met ook deze lens erop. De 1650 2.8. Nou, dat is echt een fantastische lens. Fantastische camera ook. Full HD. Maar ook niet meer dan 30 frames per seconde en zo. Nou, toen ging ik vloggen. Vloggen heb ik eerst met deze gedaan.
Super onhandig, want het scherm zit vast, dus dan kan je niet kantelen en zo en allemaal. Hoe vlog je dan? Nou, je zet hem zo wijd mogelijk. Je gokt een beetje op hoe lang je arm is. Dat is bij mij ongeveer 70 centimeter. En ik was dus zo aan het vloggen. Geen idee wat ik zag. En af en toe dan had ik mijn hele verhaal verteld. En jij kan niet op aangedrukt. Hij stond niet aan. Super annoying natuurlijk. Nou, dan ga je een beetje verdiepen. En dan kom je uiteraard uit op de vlogkamer. Iedereen vlogde de Casey Neistats en zo en allemaal. De Canon 70D, daar film ik dit nu mee. Die is ondertussen ook al 4, 5 jaar oud, dus die begint achter te lopen. Vloggers, weet je, kwaliteitsverschil fenomenaal. Die camera heeft gewoon autofocus tijdens het filmen. Deze niet. Dit is echt allemaal handmatig. Heel veel autofocus. Check mijn eerste vlogs, maar het ziet er echt niet uit. Ja, dan heel langzaam moet je toch je oude trouwe vriend opgeven. Het is een beetje als de hond die je al 12 jaar hebt en je wil hem heel graag nog in leven laten, maar je weet toch dat je hem in moet laten slapen. En ja, dat is toch ook een beetje gebeurd met Pentax. Ik vind het fantastisch spul, ik begrijp het niet, weet je. Moet je kijken naar die kleur. Gewoon gunmetal heet het. Dit is gewoon alleen al de robuustheid en de kleur. Dit is gewoon een camera die slaat jouw camera in elkaar. Los van wat hij dus kan. Deze lenzen, fantastisch, weegt helemaal niks. Weet je? En het is een 2.8, super lichtsterk. Ik heb er ook nog een telelens van. Prachtig mooi spul. Maar ik ga nou eenmaal meer naar video toe. En dan moet je niet meer opgeven. En deze geef ik nu dus ook op. Die gaat ook weg. Nou, dan heb je de Canon, fantastisch. En dan zit je te denken, waar ga ik inderdaad door naar Canon? Canon was dus echt het merk. Denk ik, dual pixel, supergoeie autofocus. Toen ik eenmaal overgestapt was op die Canon, toen dacht ik, Canon gaat het gewoon worden. Logisch, want het is dual pixel, supergoeie autofocus. Clip, kantelbaar schermpje, superhandig en zo. Gewoon kwalitatief goed. Het enige was, ik wil overstappen naar full frame. Full frame is bij Canon of onbetaalbaar. Of de 6D Mark 1, die was toch ook al een aantal jaar oud. En er waren geruchten dat de 6D Mark 2 uit zou komen. En daar heb ik op zitten wachten. En toen kwam die uit. En toen viel het dus, het viel eigenlijk gewoon een beetje tegen. Weet je, alleen Full HD, geen 4K. 60 frames per seconde in Full HD. Nou, dan kwamen er ook nog berichten dat de dynamic range niet helemaal, het dynamisch bereik, niet helemaal fantastisch waren. Dus ik ging twijfelen. Nou, een paar maanden later, toen kwam voor mijn gevoel een beetje de redding, namelijk de Sony A7R III. Systeemcamera was ik niet mee bekend. De specs van die camera maken het de perfecte crossover. Namelijk, hij kan en goed fotograferen en qua video voldoet hij aan mijn wensen. 4K, Full HD, 120 frames per seconde. Uitmuntende autofocus. Ik was om. Dus, drie keer raaien. What's in the box? What's in the box? What's in the box? What's in the fucking box? Tada! Heugelijk moment. Lens 1. Lens 2 zelfs. Dat is hem. Hij is nog helemaal netjes gesield, zoals je ziet. Iemand een mes bij de hand? Nou, wat treffen we aan? Sticker, garantiedocument, reclamefolder, redelijk dik instructieboekje, mooi. Stekker 1 en altijd handig, Engelse stekker 2. Als ik naar Simon op vakantie ga. En dan een oplader. Jawel. Prachtig. Neckstrap. USB-kabel. Accu. Zo. Nou. De doos is leeg. Dat is
kantelbaar, kantelbaar. Dat is dan weer jammer inderdaad, dus Sony, dat die dingetjes rammelen en zo, maar weet je wel. Nou, hij is kleiner dan ik had verwacht, dat is wel bijzonder. Nou, ik heb ook niet zulke hele grote handen zoals je ziet. Hij voelt lekker solide. En dan hebben we ook nog deze. Echt super goed voor landschapsfotografie en als je sterrenhemels wil fotograferen s'nachts. Mooi plastic zak. En er zit dus een prachtige beschermhoes bij. 12-24 f4, dus vast brandpunt. Omdat die, kijk, hij heeft een bolle lens. Kan je een beetje zo, ik hoop dat je dat zo een beetje kan zien. Dus er kan geen filter op, dus je moet altijd extreem voorzichtig zijn. Lens 2. 24-70 f4, dus die sluit naadloos aan bij die 12-24. Hoesje erbij. 24-70 f4 in het. Sony A7R. Wauw. Nou, zou je hem nu zelf ook denken van, hé, die zou ik ook wel willen hebben? Laat dat weten hier in de comments. Of denk je, hé, ik heb hem. Dus we zijn gewoon A7R3 buddies. Laat dat ook weten. En ik ga zo snel mogelijk op pad om foto's te maken. En ook om te filmen. En om te laten zien wat hij allemaal kan en zo. Dus ik ben tevreden. Niet tevreden. Er zit zo niet tenminste. Dag Pentax. Goed, denk je nou, hey, je moet meer van dit soort video's maken, Kimo? Nou, dan laat dat weten. Abonneer je vooral, duimpje omhoog en zo. En volg me ook op Instagram, want dan ga je ongetwijfeld super vette foto's zien. Gemaakt met deze Sony. Hashtag Sony A7R3.